Schoolexamen 1 2011-2012, VWO 6. Het onderwerp is radioactiviteit. In deze webles gaan we kijken naar de opdrachten 4, 5 en 6 van dat schoolexamen. En opdracht 4 gaat over de bepaling van een halfwaardetijd, oftewel een halveringstijd. De vraag is als volgt. We beginnen met 1 milligram radioactief materiaal. We wachten 2 uur en we houden er nog maar 0,31 milligram over. De vraag is, hoe groot is de halveringstijd van deze stof? Je kunt het al een beetje afschatten waar we op terecht gaan komen, want we weten dat elke halveringstijd later heb je nog maar de helft over van waarmee je begon. Dus na 1 halveringstijd zou je nog een halve milligram overhouden en na 2 halveringstijden 0,25. 0,31 ligt tussen die twee waarden, dus we moeten dadelijk uitkomen op een getalletje van tussen de 1 en 2 halveringstijden. Die 2 uur moet tussen de 1 en 2 halveringstijden zijn. Nou, dat is een schatting, altijd handig om mee te beginnen. Maar we kunnen natuurlijk ook uitrekenen. En dan heb je deze formule nodig, deze bekende formule. Die hopelijk, als je iets met halveringstijden ziet, meteen opkomt bij je, staat ook in de BINAS. Nt is N0 maal een half tot de macht t delen door t half. En t delen door t half, dat is eigenlijk niets anders dan het aantal halveringstijden dat je later zit. En 0 is de beginhoeveelheid en t is de eindhoeveelheid. Nou, die schrijven we even over om tot deze formule. Vind ik handiger. Nt delen door N0 is een half maal t delen door t een half. Nou, dit is onze onbekende. Alle anderen weten we. T is 2 uur. Hoeveelheid stof na 2 uur is 0,31 milligram. De hoeveelheid stof waarmee we begonnen is 1,0 milligram. Dus we kunnen alles invullen behalve T half. Hoe vullen we het hier in, die NT en die N0? Moet dat in grammen omgezet worden? Moet dat in kilogrammen? Nee, uiteindelijk gaat het om de verhouding. En de verhouding is dat je na 2 uur 0,31 over heb van die ene waarmee je begon. Je hebt 31% over. Die 0,31 is gelijk aan een half tot de macht t delen door t een half. Goed. Oplossen. Daarvoor hebben we de logaritme nodig. Dit kunnen we omschrijven tot t delen door t een half is gelijk aan het volgende, is een half maal de log van 0,31. Is de half log van 0,31. Die kun je in rekenmachine uitrekenen. Dit kunnen we ook nog anders omschrijven. Stel dat je heel netjes wil hebben t een half is. Dat kan. Als je het netjes omzet, dan krijg je dat t half, de halveringstijd, gelijk is aan t, maar t was 2 uur, delen door een half log 0,31. Nou, en als je dat netjes doet, dan komt er uit een halveringstijd van 1,2 uur. Let erop, t staat in uren, dus die halveringstijd die we hier uitrekenen is dan ook in uren. En klopt dat met de schatting die we in het begin hadden? We zeiden die 2 uur, dat moet tussen de 1 en 2 halveringstijden zijn. Nou, 1,2 uur, dat klopt. Dat wil zeggen dat 2 uur is iets meer dan anderhalve halveringstijd later. Dus bij deze hebben we het antwoord 1,2 uur. Opdracht 5 gaat over een medische technologie, de brachytherapie, waarbij een hoeveelheid radioactieve stof in de buurt van ziek weefsel wordt gebracht en ervoor zorgt dat dat weefsel bestraald wordt. Het volgende is gegeven: bij een bepaalde behandeling moet een stukje weefsel van 4 gram een stralingsdosis van 2 gray ontvangen. De behandeling duurt 3,5 uur. De energie per deeltje wordt gegeven. Bereken nu hoeveel deeltjes er per seconde op dat weefsel is gevallen, oftewel berekent de activiteit. Ja, als je dit wil uitrekenen, dan gaan we een aantal formules gebruiken, een aantal verschillende kenmerken die in dit hoofdstuk terugkomen, maar een van de belangrijkere
is natuurlijk, ja, die gray, daar hoort die stralingsdosis bij. En de stralingsdosis D was gelijk aan E-straling delen door de massa. Het probleem van deze vraag is niet dat we D moeten berekenen, want die is gegeven en de massa is ook gegeven. We moeten de stralingsenergie berekenen. Als we de stralingsenergie weten in 3,5 uur, dan kunnen we ook uitrekenen hoeveel deeltjes we daarvoor nodig hebben in 3,5 uur. En als we dat weten, dan kunnen we ook uitrekenen hoeveel deeltjes we per seconde nodig hebben. En dan hebben we het antwoord. Dus stap 1 is, kunnen we de stralingsenergie berekenen? Nou, laten we dat eens gaan doen. Een straling is dan gelijk aan D maal M. D was 2 gray. En de massa M is, even kijken, 4 gram. 4 maal 10 to the macht min 3 kilogram. Antwoord, 8 maal 10 to the macht min 3 joule aan stralingsenergie moet er op het weefsel vallen. Eén deeltje levert zoveel joule. We kunnen uit gaan rekenen hoeveel deeltjes we nodig hebben om in totaal op 8 millijoule uit te komen. Het aantal deeltjes is dan gelijk aan 8 millijoule delen door die 9,6 maal 10 to the macht min 14 joule die elk deeltje heeft. En als we dat uitrekenen, dan komen we uit op 8,33 maal 10 to the macht 10 deeltjes. Nu zijn we er bijna. Het enige wat we nu nog moeten doen is gaan uitrekenen hoeveel deeltjes er per seconde dan nodig zijn. Deze deeltjes vallen in totaal in 3,5 uur. Staat in de vraag. Hoeveel deeltjes hebben we dan per seconde nodig? Ja, dat is dan een laatste stap. De activiteit, het aantal deeltjes per seconde, is dan gelijk aan die 8,33 maal 10 to the macht 10. Delen door het aantal seconden dat het weefsel bestraald is. En het aantal seconden, dat is gelijk aan die 3,5 uur maal 3600 seconden per uur. Ergens in de 10.000. En dat gaan we dus gebruiken. En daarmee delen we die 8,33 maal 10 to the macht 10. En dan komt eruit 6,6 maal 10 tot de macht 6 becquerel. Let erop dat je natuurlijk de goede hoeveelheid significant cijfers in je antwoord zet. De gegevens zijn in 2. Alle gegevens zijn in 2 cijfers. Hier en hier. Dus je antwoord moet ook in 2 cijfers. Opdracht 6 gaat over een kernreactie. De reactie is gegeven en de vraag is, kan deze reactie spontaan in de natuur plaatsvinden of niet? En hoe ga je dat onderzoeken? Eigenlijk altijd door het volgende te gaan bekijken. Je begint met een bepaalde massa vooraf, dan komt die reactie. En je hebt een bepaalde massa achteraf, en nadat er de dingen zijn gebeurd. En dan zijn er twee opties. Optie 1 is dat je er hier energie bij gaat stoppen. En die energie die erbij stopt, wordt dan in die reactie omgezet tot extra massa. Wat dus zou betekenen dat je achter de pijl meer massa hebt dan voor de pijl. Als dat zo is, dan komt het niet spontaan in de natuur voor, want je hebt daar een hoeveelheid energie voor nodig. Wat wij gaan kijken is of de situatie voorkomt dat er ook energie vrijkomt. Nou staat er hier niks van gegeven in de vraag, maar als er hier energie vrijkomt, wil dat betekenen dat de massa achter net iets minder moet zijn dan de massa waarmee je begon. Als dat zo is, is er energie vrijgekomen, hoef je er geen energie in te stoppen en dan kan het dus spontaan in de natuur gebeuren. Dus wat we hier moeten doen is gaan achterhalen of ik achter de streep, achter de pijl, minder massa heb dan voor de pijl. En dat houdt in dat je al die massa's van atoomkernen even moet opzoeken in de BINAS tabel 25. Eén ding moeten we niet vergeten. Alle massa's in de BINAS die je in tabel 25 opzoekt, dat zijn massa's van atomen. En bij een kernreactie ben je juist alleen geïnteresseerd in de atoomkernen. En dan moet je dus wel de massa van de elektronen van jouw totaalmassa afhalen, want je bent alleen geïnteresseerd in de massa van de kern. Laten we eens gaan opschrijven en dan wordt het vanzelf duidelijk. We hebben een waterstof 2, deuterium
Dat is een isotoop van waterstof. En waterstof 3, en dat is tritium. Die kun je allebei opzoeken, die hebben allebei een massa. Let erop dat je al die getalletjes meeneemt. Dus deuterium wordt 2,014102 uurtjes. Tritium opzoeken is 3,016050 uurtjes. Ja, allebei de waterstofatomen hebben natuurlijk ieder één elektron. Dus je moet twee keer één de massa van de elektron afhalen. En die moet je even opzoeken. En die massa is heel klein. 5,4858 maal 10 tot de macht min 4 uurtjes. Geeft ons een totale massa voor de streep van 5,029055 U's. Let op al die cijfers achter de komma, want ze zijn niet echt op zoek naar hele kleine massaverschillen. Dus je moet al die cijfers meenemen. Erna heb ik over één heliumkern. Één helium 4 kern. Nou, die kan ik ook opzoeken. Die is 4,002603. Helium heeft ook 2 elektronen. Min 2 maal 5,4858 maal 10 tot de macht min 4 uurtjes. En er ontstaat ook nog een neutron. En die heeft natuurlijk ook een massa. Moet je ook eventjes opzoeken. 1,008665 uur. Als bakken optellen kom je dan uit op 5,010171 uurtjes. In deze situatie, als je dit zo op hebt geschreven, dan zie je wel, hé, wacht eens even, ik heb iets voor de streep en iets na de streep. Dat is precies hetzelfde. Ik haal hier 2 elektronen af en ik ga er hier 2 elektronen afhalen. En daarna kijk ik naar het verschil tussen voor en achter. Dus dat die 2 elektronen kan ik eigenlijk voor en na tegen elkaar wegstrepen. In deze situatie kan dat. Het kan niet altijd. En als je nou op safe wil spelen, haal dan gewoon altijd die elektronenmassa's van de atomen af om de atoomkern te krijgen. Nu moet ik alleen nog even conclusie trekken. De conclusie is als volgt. Ik begin met een massa van 5,029 uurtjes. En ik eindig met een massa van 5,010 uurtjes. Er is ongeveer... moet ik even kijken. Ongeveer, nou als het ongeveer schatten, is 0,02 u is verdwenen. Dat is dus energie geworden. En je hoeft er geen energie aan toe te voegen. Dus dit kan spontaan gebeuren. Dit komt dus voor in de natuur.